Beste mensen, ik zit hier in Houten samen met onze Europarlementariër Peter van Dalen. Peter, we zitten in Houten, niet in Brussel. Hoe is het met onze Europarlementariër? Nou, prut. Ik vind het echt jammer dat ik nu elke dag zit te vergaderen in zo'n kastje. Videovergadering of videovergadering. Ik krijg daar oogjes op steeltjes van. Maar wat ik vooral mis is direct contact met collega's. Dus even bijpraten, even weten wat er speelt. Dus ik hoop werkelijk dat dit niet te lang meer duurt, want ik ben zat. Ja, je bent zat, prut. Ja. Moeilijke tijd om ook volksvertegenwoordiger te zijn, lijkt me. Nou, anders. Kijk, ik heb best veel contact met mensen in de achterban en daarbuiten met allerlei instanties. Maar dat is telefoon of video of WhatsApp. En ik mis gewoon de directe interactie. Fijn dat we even bij je mogen zijn. En dat we op deze manier ook met elkaar in contact kunnen zijn. We overleggen wel, we vergaderen, wij ontmoeten elkaar soms aan een tafel rondom het LB. En ik herinner me dat jij daar wel eens zei: mensen, we mogen nu ook wel radicaal nadenken over wat er gebeurt in deze crisis. Hoe we worden stilgezet en hoe we verder moeten. Ik zou daar graag het gesprek met je over aangaan. Wat bedoel je daarmee, radicaal? Nou joh, ik zou zeggen, never waste a good crisis. We moeten nu kijken van hoe gaan we nu de toekomst in, wat gaan we veranderen. En ik vind dat er nu goede kansen zijn om veranderingen te maken. Neem nou de luchtvaart. Je kan, in ieder geval tot voor kort, kon je voor 49 euro heen en weer naar Barcelona. Er werd dus al omgevlogen voor een appel en een ei. En wat hebben we nu? Blue skies. Hè? Geen betere lucht dan een blauwe lucht. Daar moeten we gebruik van maken. Die ongebreide liberalisatie, het uitgeven van slots, hè, vergunningen om te vliegen, dat moeten we nu gaan veranderen en zorgen dat we radicaal het mes zetten in die enorme groei van die luchtvaart. Dat vind ik een eerste kans. Een tweede kans, kijk nou naar die vitale beroepen. Neem nou zoiets, in mijn omgeving ken ik iemand goed, die is doktersassistente. Die verdient notabene een paar uur euro meer dan het minimumuurloon wat betaald wordt. Een paar euro meer voor zo'n vitaal beroep waar bijna dagelijks beslissingen op leven en dood worden gemaakt. Geldt ook voor verpleegkundigen, politieagenten, vrachtvaartchauffeurs, vakkenvullers. Alle soort mensen zijn onderbetaald. En dat moeten we nu, dat hele bouwwerk van die loonheffingen en ook de betalingen, dat moeten we op zijn kop gaan zetten. Dat kan niet meer zo. Eigenlijk zouden we dan ook nog een andere koppeling moeten maken. Dat kan ook los van de coronacrisis. Maar je ziet nu bijvoorbeeld de rechtsstaat die wordt aangetast in landen als Polen en Hongarije binnen de Europese Unie. Maar buiten de Europese Unie gebeurt het in veel meer landen. Hè? Maar nu meer dan eerder? Nou, in ieder geval in Hongarije gebeurt het nu meer dan eerder. Hè. Vandaag nog is de regering Orbán veroordeeld voor opvang van asielzoekers in quasi-gevangenissen. Dus dat neemt wel toe. Maar als wij over rechtsstaat praten in de ChristenUnie, dat doen we ook terecht. Laten we daar dan ook consequenties aan koppelen. Elk jaar geeft Open Doors een lijst uit van landen van vervolgde christenen. Laten we nou eens met de top 10 van die landen eens een keer zeggen: we kappen ermee met u. We doen geen diplomatieke betrekking meer met u. Want u gaat niet goed om met minderheden in uw land. Dus ik wil, wil ik uiteindelijk maar zeggen, Wouter, gewoon wat radicalere stappen maken die we nu kunnen zetten. En je maakt het vrij concreet. Je noemt een economisch thema, duurzaamheid heb je het over, het klimaat. Je hebt het over de rechtsstaat. En nu merken we dit soort gesprekken, we kijken dat allemaal goed met elkaar. Want we vinden het ook fijn om weer verbonden te zijn. Jij volgt dat misschien ook wel eens, hoe we spreken met elkaar, de artikelen die worden ingestuurd. Denken we radicaal genoeg? We denken radicaal genoeg, maar het is een kwestie van doen. Hè. We zijn natuurlijk toch ook in de partij ook al een beetje voorzichtig en we zijn ook erg van het besturen. En ik vind dat we daar wat meer van af moeten, zeker nu we een nieuw verkiezingsprogramma schrijven. We moeten wat scherper aan de windzeilen, scherper inzetten, woorden gebruiken die scherper zijn, maar ook doen. Jij wil een radicaal verkiezingsprogramma en een fractie dadelijk, die Tweede Kamerfractie, als we verkiezingen hebben gehad, die radicaal, die scherp aan de wind durft te zijn. Exact. Hè. Het komt niet alleen aan op teksten en woorden. Het komt ook aan op daden. Dat we op een gegeven moment zeggen, nou, ik had het nu bijvoorbeeld over die rechtsstaat. Terecht hebben we er altijd de mond van vol. Hartstikke goed. Maar laten we nou eens een keer een rode streep trekken en zeggen van, nou, met een land als Noord-Korea of Saoedi-Arabië,
of India of Iran, noem ze maar op. Daar zeggen we nou eens een keer nee tegen. Altijd wint de koopman het in de politiek. Ik vind het nu tijd dat de dominee eens een keer wint. Ja, en dan maak je eigenlijk al een bruggetje naar Europa. Want ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe onze parlementariër in Europa, in het Europese parlement, dat zelf doet dan. Je zegt radicaal, geen woorden maar daden. Is dat ook wat in Europa moet gebeuren? Nou, in Europa zie je op het ogenblik een enorme tweestrijd. Het zuiden zegt help, help, we verdrinken. We hebben hulp nodig. Het noorden zegt ons benzunig. Dus we moeten even pas op de plaats. En je ziet ook de flanken radicaliseren. Steeds meer mensen roepen van rechts van de geldkraan moet dicht. Niet meer naar Rome en naar Madrid. En anderen zeggen yes, we kunnen nu de federale staten van Europa gaan maken. Ik vind dat we op één punt wat scherper aan de wind moeten zijn. Dat is het betrachten van solidariteit. Want als een land als Italië failliet gaat, dan betekent dat dat wij hier in Nederland ook meevallen. Hè. Je moet dus denken aan zo'n groep bergbeklimmers die aan een touw zitten langs een steile wand. Als de bovenste dan valt, dan gaan die anderen ook vallen. Ondanks dat ze aan een touw zitten. En dat is het gevaar ook met Italië. Dus ik vind dat we richting Italië moeten zeggen, we gaan jullie helpen met goede leenfaciliteiten. En al die strenge voorwaarden waar we vroeger zo goed in waren, dat doen we nu even tempo dulo. Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Als zo'n land kapot gaat, een van de grootste economieën in Europa, dan gaat Nederland ook kapot. Want we zijn als transport- en handelsland zeer afhankelijk ook van dit soort betrekkingen. Dus laten we nou niet te veel tegen die landen zeggen, geldkraan dicht en kappen die handel. Nee, solidariteit en rechtvaardigheid. Ja. En dat is iets anders dan federalisme. Solidariteit, hè? Ja, federalisme misschien nee, om die oude slogan een beetje te gebruiken. Zijn wij dan als ChristenUnie nog steeds constructief kritisch? Hè? Wat mensen van ons gewend zijn, maar ook met die kritische inborst. Ik moet even denken aan dat rapport Graafland ooit, hè? Een jaar of 7, 8 geleden is dat ondertussen, die ook wel heel kritisch dacht over wat gebeurt er nu precies met die steeds verdergaande economische samenwerking, vervlechting, terwijl dat politiek gezien achterblijft. Hè? Want je noemt al even, in Europa staan ook wel soms de bevolkingen tegen elkaar. Kun je het één doen als je merkt dat het ander wat achterblijft? Ja, bij het rapport Graafland was het zo, dat concentreerde zich met name op exit uit de eurozone, wanneer landen structureel tekort kwamen. En met een betrekkelijk kleine economie als Griekenland kon je daar goed over praten. Met een grote economie als Italië kun je daar niet zo over praten. Want als Italië failliet gaat, dan is niet alleen de eurozone kapot, maar dan gaat ook deze economie van ons handels- en transportland gaat onderuit. Dus ik vind dat een verschil met Graafland, die zich concentreerde op exit, met name rondom een kleine economie. Nu moeten we zeggen, we zitten zo in een mondiale crisis. Dus niet alleen Europees, het is mondiaal. En we moeten in Europa elkaar vasthouden en zorgen dat het niet een grote economie onderuit gaat, want dan gaan we allemaal. Ik speel nog één keer de rol van de interviewer. Hè? Je kunt natuurlijk elke keer twee kanten op redeneren, ook als je spreekt over de globalisering. Je kunt zeggen, het moet hechter, meer solidariteit internationaal. Er zijn ook mensen die zeggen, we moeten die les leren om meer onze eigen boontjes te doppen, zelfstandiger te zijn en zorgen dat we allemaal wat minder vervlochten raken in de toekomst, op de lange termijn. Nou, op één onderdeel zou ik dat ook graag willen, met meer onze eigen boontjes doppen. Neem nou die voorraden aan gels en mondkapjes en andere medicijnen. Omdat transport zo goedkoop is, werd dat allemaal ingevlogen met vrachtvliegtuigen en via containers vanuit China. Dat moeten we niet meer doen, want er was één land in Europa had geen tekort aan mondkapjes. Dat was Finland. Want die hebben in de Koude Oorlog geleerd, hey, we moeten zorgen dat we een goede voorraad hebben en dat we ook nog een industrie hebben die dingen kunnen maken. Nou, dat moeten we echt anders doen. We moeten hier weer een maakindustrie neerzetten met dit soort essentiële producten. Maar aan de andere kant zeg ik, terug naar je vraag, we moeten elkaar in Europa vasthouden. Want als dat bouwwerk van de eurozone instort, dan komen we allemaal in een financieel-economische ijstijd die nog jaren gaat duren. Peter, mooie voorbeelden gebruik je. Fijn om weer eens je zo live te ontmoeten, want dat heb ik wel gemist. Ik herken het gevoel, het is een beetje prut. En we hopen denk ik allemaal dat het snel over is. Maar fijn om zo even verbonden met je te mogen zijn. Dank je wel. Dag wederzijds. Dank je.